Ja, Max Huiberts, een nieuwe speler bij AZ. Praat ons bij. Ja, het is een aanvaller uit Tsjechië, van Jablonec. En zijn naam is Ondrej Mialik. Ja. Wat voor speler is dat? Nou, dat is een aanvaller die eigenlijk op alle posities voorin uit de voeten kan. Maar bij zijn club en ook in de nationale jeugdselecties het meest als spits heeft gespeeld. Maar ook wel regelmatig als buitenspeler. En met name ook aan de rechterkant. Dus ja, na het vertrek van, of het tijdelijke vertrek van Fred en Levi en Debny, ja, mis je toch drie aanvallers. En we vinden wel dat wij op sterkte moeten blijven, zeker ook die tweede helft van het seizoen. Dus vandaar na het aantrekken van Oussama nog een extra aanvaller. Oussama Idrissi is gehaald, ook voor alle drie de posities. Deze is van meer vanaf de rechterkant. Is het ook een beetje voorsorteren van, Jahan Baks doet het hartstikke goed. Zou kunnen dat hij misschien ooit een keer weggaat, dat je iemand hebt? Ja, zo kan je het wel zien. Ja, uiteindelijk kijk je altijd naar de toekomst. En kijk je wat verder dan het komende half jaar. Dus dat is automatisch zo. Hè. Spelers die je in de winter haalt, daarvan weet je ook dat ze een half jaar de tijd hebben om te kunnen wennen aan de manier van spelen, aan de manier van trainen, aan de club. Ja, dan is dat prettig dat mocht er een speler vertrekken voorin, dat je in ieder geval al een speler in huis hebt die gewend is om al op een bepaalde manier te werken. Je zegt Tsjechische jeugdselectie, dat betekent dat nog een jonge jongen is. Waar is hij? Hij is 20 jaar. Hij is aanvoerder van Jong Tsjechië. Een van de talentvolle spelers in de Tsjechische competitie. Maakt makkelijk doelpunten. Ook niet onbelangrijk, hè, voor een aanvaller. Dus we hebben hem veelvuldig bekeken de afgelopen 2 jaar. Dus hij is goed bekend bij ons en we zijn erg blij dat hij nu naar AZ komt. Je zegt hij mag half jaar rijpen, maar eventueel is hij natuurlijk direct inzetbaar, kan ik me voorstellen. Hij is fit, dus is helemaal aan hem en ook aan de trainerstaf om te kijken of hij snel in het elftal kan komen. Maar ook hier heeft hij weer een behoorlijke concurrentie nog steeds. Dus ja, dat is helemaal aan hem.